In Bulgarije gaan duizenden mensen de straat op voor de democratie en het herstel van de Bulgaarse rechtsstaat. De Bulgaren willen terecht steun vanuit Brussel in hun strijd tegen machtsmisbruik van een corrupte politieke elite. De georganiseerde misdaad, vriendjespolitiek en corruptie, het lijkt wel een Netflix-serie. Dit jaar lekten bijvoorbeeld foto's uit van een slapende premier met een pistool op zijn nachtkastje, omringd door 500 euro biljetten en zelfs goud. De Europese Unie moet hier daadkrachtig tegen optreden en geld vanuit Brussel voorwaardelijk maken. Koppel het rechtsstaatmechanisme aan de Europese begroting. Wanneer een overheid niet meer te vertrouwen is en Europees belastinggeld in de verkeerde zakken terechtkomt, moet de geldkraan dicht. Zo zetten we corrupte leiders onder druk, geven de macht terug aan gewone Bulgaren en beschermen we Europa.